Snel en eenvoudig zelf een laminaatvloer leggen, je eigen sfeer creëren en jarenlang genieten van een comfortabel interieur? Met Candoo, you can do it. Candoo laminaat is altijd voorzien van een eenvoudige lijmloze klikverbinding. In de legwijzer zie je welke verbinding bij jouw type Candoo laminaat is gebruikt. Het Candoo Black Label en Black Label Groove assortiment is voorzien van het Uniclick systeem voor een snelle en probleemloze installatie. Naast laminaat, een ondervloer en een legsetje is slechts een hamer, zaag, winkelhaak, meetlat en potlood nodig om de complete klus te klaren. Laat het laminaat voordat je begint 48 uur op kamertemperatuur acclimatiseren in de ruimte waar de vloer geplaatst wordt. Leg op een schone, droge en vlakke ondergrond een dampdichte folie en plak de tussennaden af met aluminium tape. Rol vervolgens de polyethyleen ondervloer uit en snijd de baan op maat. Laat de banen goed aansluiten en plak ook hiervan de tussennaden af met aluminiumtape. Open voordat je gaat beginnen enkele pakken laminaat en gebruik de stroken uit deze pakken door elkaar. Zo worden de verschillende stroken mooi over de kamer verdeeld en krijgt de Candoo-vloer een nog levendiger uitstraling. Begin de eerste baan laminaat te leggen in de linkerhoek aan de lange wand van de kamer. Werk van links naar rechts en leg de strook met de uitstekende zijde naar je toe. Houd rondom altijd 1 cm ruimte zodat de vloer kan werken. Gebruik hiervoor de afstandhouders. Meet de lengte van de laatste strook zorgvuldig op en teken hem recht af. Houd er rekening mee dat ook op de korte zijde tussen het laminaat en de wanden 1 cm ruimte moet blijven. Zaag de eindstrook op maat en rond de eerste baan over de volle lengte van de kamer af. De tweede baan begin je met het reststuk van de eerste baan. Dit stuk moet minimaal 40 cm zijn. Haak vervolgens de tweede strook in de vorige baan en schuif deze zo dicht mogelijk tegen de eerste strook aan. Tik de stroken met behulp van het aanslagblokje en een hamer voorzichtig in elkaar. Teken de stand van eventuele verwarmingsbuizen zorgvuldig af op een vooraf op maat gezaagde eindstrook. Voor het afwerken van het laminaat rondom de buizen wordt een decoupeerzaag gebruikt. Je kunt kiezen voor rechte of voor ronde uitsparingen. Houd er wel rekening mee dat de uitsparingen 2 cm ruimer moeten zijn dan de diameter van de buis. Het gat is dan groot genoeg voor de uitzetting van het laminaat. Als afwerking kan een rozet gebruikt worden. Elke strook bezit een unieke levendige structuur die het best tot zijn recht komt als het laminaat in wildverband in de lengterichting van de kamer gelegd wordt. Leg elke laminaatstrook voor de laatste baan exact op de vorige baan. Leg een tweede strook daarbovenop om overal de juiste afstand tot de wand te verkrijgen. Teken vervolgens de strook eronder in de lengte af. Per strook afzagen en in de vorige baan klikken. De zaagkant komt steeds aan de wandzijde.
Klik de eindstrook vast met de vloerhaak. Voor de afwerking van de dilatatievoegen en de overgangen tussen tegel en laminaat of tapijt en laminaat kan een overgangsprofiel gebruikt worden. Voor het perfect afwerken van de laminaatvloer tegen de wand levert Kendo bijpassende hoge plinten en plakplinten. Daarnaast heeft Kendo een breed assortiment decoratieve plinten. Kendo, een veelzijdige laminaatvloer. Eenvoudig en snel te leggen, onderhoudsvriendelijk en zeer comfortabel.